Nu is er geen Koningsdag morgen. Dat vind ik heel jammer. Ja. Maar ik moet met Koningsdag al werken, dus ik zit aan mijn taxi. Rob Bennekom die slaat Koningsdag een jaartje over dit jaar. Vertel. Helaas, ja. Ja, er zijn, de organisatie heeft te weinig vrijwilligers om het veilig te organiseren. Dus het gaat dit jaar helaas niet door, nee. Waarom bent u geen vrijwilliger morgen? Omdat ik morgen andere dingen te doen heb. Vrijwilliger? Ja. Koninginnedag bedoel je? Koningsdag inmiddels. Maar... Koningsdag, ja. Ik ben ook van oude stempel, dus... Nee, ja, ik ben al druk genoeg. Wij denken zelf dat het te maken heeft met het feit dat de vakantie... De meivakantie, zeg maar, tegenwoordig is wanneer Koningsdag ook is. En dat mensen zich niet meer vast willen leggen om die dag iets te doen voor Koningsdag, voor de organisatie. Tegenwoordig gaan mensen vaak weg, hè, met vakantie. Ja. Of willen ze gewoon dingen doen die ze zelf leuk vinden en niet helpen bij Koningsdag. Wat is er morgen dan? Sorry, ik weet het niet. Koningsdag, maar niet hier. Oh, ja, ik ben eigenlijk altijd vrijwilliger. Wel? Ja. Maar ook hier? Morgen. Oké. Gewoon alledaags. Maar met Koningsdag dacht u, ik vind het Koningshuis stom, ik ga geen vrijwilliger zijn. Ik weet niet dat je ergens als vrijwilliger voor op kan geven. Dus er is een hoop onduidelijkheid hier, want de hele Koningsdag is hier afgeblazen door een tekort aan vrijwilligers. Oh, nee, onbekend voor mij. Ja. Ja. Er komen dan wel mensen om zich te informeren over wat dat dan inhoudt. Ja, en als ze dan horen dat naast meedenken ze ook op die dag de handjes uit de mouwen moeten steken en in ieder geval aanwezig moeten zijn om te helpen bij de activiteiten die er dan zijn, ja, dan haken ze al snel af. Ik ben heel druk. Echt? Ja. Ik zie het. Morgen ook al. Ja. Waarom bent u geen vrijwilliger morgen? Nee. Oh, nee. Waarom ben ik geen vrijwilliger? Omdat ik nog werk. Oké, ja, wat vrijwillig werk bij doen. Omdat ik vannacht op vakantie ga. Oh, wat. Nou, dat is echt de beste reden die ik heb gehoord vandaag in Bennekom. Lieve mensen, ze wint het. High five. Nou, mooi. Fijne vakantie. Dankjewel. Ik ben een voortdurend vrijwilliger. Dus niet alleen morgen. Niet alleen morgen? Nee. Maar als u het morgen was, dan ging de Koningsdag misschien door. Nee, die gaat even wel van door, denk ik. Nou, niet. Mooi niet. Hoezo niet? In Bennekom gaat het niet door. Is dat zo? Nu is er geen Koningsdag morgen. Dat vind ik heel jammer. Ja. Maar ik moet met Koningsdag al werken, dus ik zit aan mijn takstand. Hopelijk dat het volgend jaar wel lukt. Huh? Ja, misschien alvast een oproepje doen. Ja, nee, maar sowieso. Mensen, als je kijkt en je voelt je geroepen, doe mee. Het is hartstikke gezellig. Het is heel leuk. Het is maar één dag. Je mag ook dag delen. Dat kan ook. Dus meld je aan bij de Stichting Koningsdag Bennekom. En dan maken we er volgend jaar een hele mooie dag van. Zo is dat, dan is dat alvast geregeld. Precies, zo is het maar net. Precies, volgend jaar ga ik iets doen. Nou, bij deze, hè, staat op beeld. Is goed. Ja? Ja. Oké. Okay.